Marije Joling, dag 2 van deze World Cup zit erop. Hoe kijk je erop terug? Ja, 1500 was goed. Ik had niet verwacht. 6 is gewoon een hele goede prestatie. En één dikke mispeer voor de... Nou ja, in de bocht, voor de bocht. Dus dat was jammer. Anders dan had ik nog wat geld voor Kika kunnen ophalen, maar helaas. Nou, volgens mij een prima dag. Net als gisteren een prima 6e klassering. Dus ja, tevreden. Nou, weer een 6e plek voor Marije. Op zich prima race. Jammer van die misslag. Ik moet zelf zeggen dat ik hem zelf gemist heb. Maar Marije kwam meteen na de race van... Wow, ging bijna op mijn bek. Dus nee, eigenlijk bijna een PR. Dus 6e plekje, dus op de 1500 meter. Je staat een tevreden coach. Nou, hij ging op zich. Ik was nog heel blij met de rondjes. Maar het ging gewoon niet zo heel makkelijk. Dit weekend is iets zwaarder dan vorige week, vind ik. We hebben ook natuurlijk nog gekeken naar een masstart. Nog een relatief nieuw onderdeel. Hoe vond je die gaan? Nou, het was wel heel grappig. Ze hebben, van tevoren was Jillet Anema van de BAM schaatsploeg was aangewezen als coach masstart. Plan doorgesproken. Ik moet zeggen, de dames, het was leuk zeg maar, om te zien dat vanuit het marathon hadden we Mariska Huisman, vanuit het shorttrack Jorien Ter Mors en dan vanuit het lange baan Marije dan. En Marije stond al helemaal te stuiteren, die had er helemaal zin in. En ja, dan is het mooi om te zien dat ze uiteindelijk het plan niet helemaal uitgevoerd hebben. Jorien zou de sprint voor Mariska aantrekken en dat was nu andersom. Dus dat deed Marije heel goed in het laatste rondje. Mariska won en Jorien was nog tweede, dus de dames netjes gedaan. Nou, dat was wel redelijk wennen denk ik voor Marije. Ze heeft natuurlijk normaal gesproken niemand onderheen rijden, alleen op een kruising. En ja, nu moet ze toch de plekje zoeken. En dan Marije die wil altijd lekker schaatsen. En dat is dan toch wel lastig als je mensen om je heen hebt. Dus, maar het ging er redelijk goed af. Ik kon goed de eindsprint aantrekken aan het eind. Dus prima. Een grote chaos en getouwtrek. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Nou, doordat Irene Wüst natuurlijk ziek heeft afgemeld, komt Marije in die teampursuit. Betekent voor Marije dat ze dus dit weekend zieker aan de start komt. Heftig weekendje. Het hakt er wel in, moet ik zeggen. Ze zal samen rijden met Diane Valkenburg en Marit Leenstra. Ja, als Nederland ga je toch de World Cup gebruiken om te kijken van hoe lopen onze treintjes. En ja, ze krijgen een aantal opdrachten mee in de race. Met wie hoe er gewisseld moet worden en op wat voor manier. En daar gaat het om, kijken of het lukt. En het zou mooi zijn als ze morgen gewoon, net als de heren, winnen. Daar heb ik heel veel zin in. Ik vind het een heel mooi onderdeel. Dus ik hoop dat we hard gaan rijden.